Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen, hebben wij de PlayStation 5 binnengekregen. En ja, je hebt de hardware al kunnen zien. Nog niet aan, maar nu mogen we de PlayStation 5 wel aanzetten. En mogen jouw gameplay laten zien van Astro's Playroom. Eén leveltje, de Cooling Springs. Maar die laat wel mooi zien wat je allemaal kan doen met de nieuwe DualSense controller die je bij je PlayStation 5 gaat krijgen. Hij is nice, hè? Hij is nice. Heel nice. Toen ik hem als eerste uit de doos pakte, viel me eigenlijk meteen op. Kijk, ik heb een wit truitje aan. Mm-hmm. Hij is niet wit. Hij is niet wit, hè? Nee, maar hij is ook niet echt off-white. Hij is meer soort van grijzig. Ja, heel licht grijs. Ja. Ja, ik dacht van, hé, hey, hij is niet wit. Dat had ik ook meteen. Ik dacht, hé, hij is inderdaad niet wit. Want de PlayStation zelf is volgens mij wel wit, toch? Of niet? Ja, een beetje hetzelfde kleurtje. Ja, een beetje dezelfde kleur, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja. Anyway, goed, laten we de game erbij pakken. Dan gaan we gewoon als spelend kijken wat je met deze controller kan doen. Ja. Kijk, daar is de videogame. Kijk, je hoort de controller hoor je al blazen. Dit is niet een ventilator die in de controller zit. Nee, we spelen namelijk Astro's Playroom en die game speelt zich af in de PlayStation 5. En we staan nu in het koeling gedeelte van de PlayStation. En op een koeler, oftewel een fan, en die is aan het blazen. En dat hoor je ook door de controller heen. Dus ik ga daar even vanaf. Dan gelijk zo naar beneden. Hartstikke idee. Hey, terwijl jij aan het glijden bent in dit fantastische level dat echt popt in HDR. Ik weet niet, dat komt niet door natuurlijk. Nee, dat komt nou niet over. Dat is wel jammer. Maar de HDR is fucking amazing. Sowieso de performance van dit spel. Gewoon steady 60 fps, het loopt als een trein. Pardon, dit level. We mogen het alleen over dit level hebben. Ja. Ik weet niet eens of er andere levels zijn. Ik bedoel, ik ken niet. Het gaat alleen om dit level. Ja. Is echt heel erg... Het is een behoorlijke kennismaking. Als je net je PlayStation 5 hebt uitgepakt, je start het op. Technisch vond ik het echt een verrassend mooi spel. Ja, nou ja, en iedereen kan hiervan genieten, want deze game, ik ben meteen al dood, krijgt iedereen voorgeïnstalleerd op zijn PlayStation 5. En je zag hier al meteen een mooi voorbeeld van de PlayStation 5. Je gaat dood en binnen luttele seconden ben je gewoon weer terug in de speelruimte van Astro's Playroom. En wat deze game vooral doet, want nou, het is meer dan een demo alleen. Het is echt wel... Ik kan het bijna wel een game noemen. Want als je hem volledig gaat spelen, denk ik toch wel dat je een uurtje of 4-5 mee bezig bent. toch? Ja, nee, ik hoor iets over een embargo in de vechten. Maar ik weet niet. Nou, volgens mij heb ik dat al ergens gezien online. Ik heb het ook gelezen op het internet. Dus? Zeker. Ik heb mijn informatie daar vandaan. Ik ook. Ik heb ook mijn informatie daar vandaan. Ja. Advocaten. Van Sony. Nee, maar goed. Als je dan je start deze game op. En dan pak je die controller vast. En wat meteen opvalt aan deze controller, hij heeft een andere grip dan dat de DualShock 4 heeft. Ja. Hij is namelijk fysiek is hij misschien wel even groot en even zwaar, maar de grip is iets breder. Het is inderdaad een iets bredere controller. Je ziet het ook als je hem naast elkaar houdt. De pookjes hebben iets meer grip. Dat is ook zeg maar vergeleken met de Xbox. Die heeft gewoon precies dezelfde mengte. Dat zie je, dezelfde heatvorm, die pookjes en zo. En dit is wel net iets anders. Ik weet niet wat jij vond van de D-pad. Ik vond hem een beetje squishy. Ik moest er heel erg aan wennen. Het deed me denken aan de PlayStation 3 D-pad. Wat op zich degelijk was. Nou, er is weinig verschil. Ik vind dat dat wel goed past bij de algehele feel van de controller. Want ook de knoppen, die zijn namelijk net iets anders. Kijk, hier heb je de DualShock 4, die loopt helemaal recht. En hier heb je de DualSense, die loopt een beetje krommig. Ja. En dat voelt wel meteen goed. De onderkant is ook anders. Zeg maar, hij loopt iets zo. Ik zie nou nog een kraatje. Hij is iets meer afgevlakt. En weet je wat grappig is? Op de achterkant heb je grippen. Je hebt een soort van anti-slip dingetje, niet echt. Maar meer een soort van, er zit een textuur op die voor grip zorgt. Als je daar nou op inzoomt, dat kun je bijna met het blote oog niet zien. Nee. Maar die grip, dat zijn allemaal kleine PlayStation-icoontjes. Dus die X, driehoekje, vierkantje en rondje. Dat is zeg maar in de grip verwerkt. Ja. Alleen, ja, je hebt dus wel NASA-apparatuur nodig om daarop in te kunnen zoomen en te weten of dat zo is. Maar... Nee, maar als je er heel dicht op kijkt, dan zie je het ook. En kijk, hier gaan we al meteen iets van de functionaliteit van deze DualSense controller zien. We gaan namelijk hier naar binnen. Ja. Daar moeten we het echt even over hebben. Tot nu toe is het vooral veel... geneuzel in de marge van tussen ons.
Maar ja. Wij vermijden eigenlijk wat we echt willen zeggen. Ja, het is, deze touchpad die is leuk. Dit is grappig. Dat werkt. Maar nu word jij een springveer-robot. En je ziet de motion controls. Nou ja, die hebben we wel eens vaker gezien. Maar wat we nu gaan demonstreren, dat zijn de adaptive triggers. Yes. Die geven namelijk weerstand als je de trigger inknijpt. En als je, als de trigger niet zijn adaptive functies aan heeft, dan is hij precies hetzelfde als de DualShock 4. Maar op het moment dat ik nu deze inknijp en de game zegt, doet eigenlijk iets anders dan wat hij normaal doet, dan gaat die trigger dus weerstand geven. En je voelt hem ook trillen onder je vingertoppen. En dat, en dit, en dat en dit, Ron. En dit en dat. Ja, ik weet waar je heen gaat. Als ik een next-gen console uit de doos pak, dan wil ik het liefst dat deze iets nieuws voor mij doet. En wat PlayStation hier doet met deze controle, ze geven mij het gevoel dat ik echt iets nieuws in handen heb. Ik haal de, ik heb voor het eerst dan die controle in mijn handen. Ik ga ermee spelen. Het maakt geluid. Het, die rumble die erin zit, die is fantastisch. Maar vooral dit. Oi, 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 oi. Zitten wij toch al aardig wat jaartjes. We hebben toch al meerdere console-landjes meegemaakt. En dan gaat het altijd over next gen. Ja. Next gen, wat is next gen? En dan denk je aan graphics, performance, 4K upgrade, 3D audio, 120 fps. Je denkt aan die 2.1 uitgang voor je HDMI-slot. Wat je niet aan denkt, is de controller. Ik had niet verwacht dat ik die controller vast zou pakken. En echt zou denken: wow, dit is nieuw. Dit is anders. Het toverde echt een glimlach op mijn gezicht. Wat ik totaal niet had verwacht. Ik had helemaal niet verwacht dat ik nog ooit nog zou zeggen, wow, deze controller voelt next gen. Maar wat Sony doet met deze controller, ja, het is niet iets wat ik ooit eerder met de controller heb ervaren. Dat komt door die adaptive triggers, die inderdaad weerstand simuleren, die afhankelijk, bijvoorbeeld als jij ergens op in wilt zoomen, dan neemt de weerstand op die trigger toe, waardoor jij makkelijker in kan zoomen. Des te verder je hem indrukt, des te moeilijker het wordt om hem nog in te drukken. En dat is zo cool gedaan. Je moet hier even naar achter lopen. Je moet hier even naar achter lopen, Martin. Even tegen hem aanslaan met die doos. Oh. Je hoort ook een geluidje. Ja. Het zit vol met nostalgie, heel dit level, heel dit spel sowieso. Maar nog even over die adaptive triggers, dat is super cool. Denk aan situaties waarbij je bijvoorbeeld je gun jammed en je de trigger niet meer over kan halen omdat je gun jammed. Dat kan die controller simuleren. En dat is super tof. Maar wat ik vooral echt insane vind is de... En dat meen ik echt, dat it took me by surprise hoe cool dat is. Is die haptische feedback. De ja. Haptic rumble. Wauw, man. Holy shit. Het voelt, ik kan het het beste uitleggen alsof het voelt alsof er kleine elastiekjes tegen je handpalmen aanschieten. Zeg maar niet pijnloos, maar heel veel finesse zit erin. Zowel aan de linker als de rechterkant. Nou ja, dus ik voel het nu, bijvoorbeeld nu perfect op dit stukje waar ik aan het schaatsen ben. Ja, de ondergrond, je voelt, het is heel moeilijk uit te leggen, maar je voelt het verschil tussen lopen op zand en glijden over ijs in de rumble. Maar ook als het waait, je krijgt allemaal van die tikjes van korrels die tegen je personage aanslaan. Dan voel je zo tik, 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 tik in je controller. Het is super raar. Ja. En dan komt ook nog geluid uit de controller. Dat geeft net dat extra effect weer. Het is tamelijk bizar. Precies, hè? Het is niet gewoon dat hele ding gewoon willekeurig gaat trillen. Maar het zijn echt specifieke plekken op de controller die ook gaan trillen. Ja, dat bedoel ik ook met elastiekjes. Het voelt puntje precies. Het simuleert het puntje precies. Je had in Forza Horizon en in Forza Motorsport op de Xbox... aanvankelijk had de Xbox ook rumble triggers. En dat betekende dat als je over asfalt reed of over gras... voelde dat anders in de triggers van die controller. Van die Xbox One controller. Ja. Het voelde anders. Dit doet dat door heel de controller. Alleen dan preciezer, beter, zeg maar agressiever. En op een veel... soepelere manier. Het voelt alsof er veel meer finesse schuil gaat in die tech. Ja. Ik heb het echt nog nooit eerder zo in een controller meegemaakt. Nee, oprecht. Zeker niet. Nee, dat voelt fantastisch. Wat nieuw is, ook in deze controller, er zit een ingebouwde microfoon in. En dat kunnen we nu kunnen dat demonstreren door erin te blazen. Je kunt er ook in praten, dat werkt ook. Maar Astrobot wil heel graag dat ik even ga blazen. Ja.
Hij wil dat je blaast in je mic, Martin. Ik heb het gedaan. Goed zo, goed. Goed zo. Nice job, goed gebloot. Ja, het leuke is, dat speakertje wat erin zit, dat geeft toch wel net weer dat extra. Het zijn allemaal tikjes, toch? Ja. Dus als je dan ook een tikje uit je controller hoort, dan, wat ik al zeg, het simuleert het gewoon heel erg goed. Maar ik zat echt gewoon als een kind te glimlachen, man, toen ik dit voor het eerst speelde. Ik zweer het je. Ook als je die muntjes pakt, hè, je voelt het ook in je controller. Ja. Zo'n klein tikje. Weet je waar ik het goed vind? Wat jij nu gaat doen. Als je aan zo'n touw trekt, dan dat is zeg maar een elastiek. Ja. Dus de weerstand neemt toe in jouw controller. Maar iedere keer als die weerstand toeneemt, voel je zo pak, pak. Ja. Zeg maar, je hoort zo tak, 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 tak. Alsof je zeg maar echt op ieder moment de controller uit je hand kan schieten. Ja, dat is heel nice, man. Het is moeilijk uit te leggen, maar je moet dit gaan voelen. En het moment dat je dit voor het eerst voelt, dan kan je niet anders dan lachen. Ja. Het enige ding wat ik dus wel heb, is deze game. Ik bedoel natuurlijk dit level, want ik zou niet kunnen praten over de hele game. Wat mij betreft stopt deze game na dit level. Ik heb geen idee. Is wel gemaakt om te profiteren en zeg maar van deze functies van die controller en ook dat heel erg goed te etaleren. Het is echt een showcase. Ja. En de vraag is natuurlijk, kijk, hoe gaan dadelijk third-party ontwikkelaars, hoe gaan zij om met dit soort dingen? Gaan zij echt goed gebruik maken van die adaptive triggers en die haptic rumble feedback? Want dat wordt natuurlijk heel erg interessant om te zien. Dat is waar de kracht van deze controller ligt. Het kost wel weer extra moeite om dat te doen natuurlijk. Ja, en als je cynisch bent, dan zeg je, ja, dit wordt meteen gedropt. Het is net als met die HD Rumble. Maar het verschil zou ik zeggen met zo'n HD Rumble of met die Rumble triggers in de Xbox controller, is dat dit gewoon echt fucking goed werkt. Ja. Dit bewijst echt zijn meerwaarde al tijdens deze demo. Zeker. Dit heeft echt toegevoegde waarde en ik hoop echt dat menig shooter en race game dit gaat toevoegen in de game. Want dit is, als je dit één keer hebt gehad, dan wil je eigenlijk volgens mij niet meer anders, man. Dat is het inderdaad. Je mist het als je het niet hebt. Hoppa. Wat iets is wat ik nooit had verwacht, ik zou zeggen, oprecht. Nee, maar het voelt ook niet aan als een gimmick. Niet in deze game, nee. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal geen fan van geluiden die uit mijn controller komen. Maar ik heb me er nul keer aan geërgerd. Ja, zeker. Er zit natuurlijk wel een microfoon hierop. Die kan je wel makkelijk en snel muten. Eén simpel klikje. Ja, als je een mute microfoon en je moet dan blazen bijvoorbeeld, dat hoeft dan niet. Dan die ventilator die je net zag, die zou dan automatisch beginnen te spinnen als je er naast loopt. Ik ben al twee keer kapot gegaan. Dat is niet goed. Ik zie het. Hey, wat ik ook leuk vind aan deze game, is dat er heel veel gebeurt op de achtergrond. Dus je moet eigenlijk wel de hele tijd opletten. En zoals je net ook al tegen mij zei, van hey, kijk eens even achter je. Er zitten heel veel van die kleine dingetjes in, wat echt heel tof is. Ik denk dat mensen... Het is koddig, man. Ja. Ik appte jou gisteren nog van... dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Maar er zitten echt heel veel coole nostalgie dingen in dit level. Alleen in dit level zitten coole nostalgie dingen. Zit er buiten dit level coole nostalgie dingen? Geen idee. Time will tell. Voor mij altijd de ultieme test is... Ik geef dan altijd even de controle aan mijn vrouw. En als zij hem langer dan 5 minuten vast heeft, dan is het een succes. En ik had moeite om een paar dagen geleden deze controller uit haar handen te grissen terwijl ze dit level aan het spelen was. Want, kijkend. Ja, nee, want niet alleen is het gewoon leuk om dit level te spelen met de controller, maar gewoon, het is ook echt een goede game. Ja. Het speelt super lekker. De platformactie is subliem. En we hebben nu dit level hebben uitgespeeld. Het liefst ga je dan door. Ron. Ik zou het helemaal niet erg vinden als Sony op basis van dit level... Ja. Op basis van dit level zou besluiten om deze game iets breder te trekken... en er gewoon een hele game van te maken. Ik snap sowieso niet. Ik zou Astrobot gewoon veel... Ik zou die Astro, dat personage, ik zou dat veel meer op gaan waarderen naar een mascotte personage. Nou ja. Het is nu al een beetje zo, maar ik zou daar veel meer Je Mario van maken. Want Sackboy is het niet geworden. Nathan Drake is ook maar gewoon een pannenkoek wat dat betreft. Pak even iets koddigs zoals Astro, toch? Ja, maar die vorige game van Astro met VR, die was ook fantastisch. Dit is heel erg tof. Rescue,
Rescue Mission. Ja, ja zeker. Dus nee, heel vet. Goed, je eerste indruk dus van deze controller. Ben jij positief, Ron? Volgens mij wel. Ik ben veel positiever dan ik had verwacht dat ik zou zijn. Dat meen ik echt. Ik ben denk ik nog nooit zo positief geweest over een controller überhaupt. Ja. Ik vond de Elite Series X2 en die of Elite Series 2 en die Series 1 heel erg fijn. Maar dit is wel, wat ik al zeg, dit is echt next gen, dit is echt nieuw. Je krijgt daar ook je PlayStation, je hebt die controller voor het eerst vast, je speelt dit. En dan ga jij denken, holy shit, dit is tof, vers. Ik had dit niet verwacht. Veel meer mensen, te weinig mensen beseffen hoe groot deze deal is. Dit is best wel een big deal, deze controller. Ja, de DualSense is een ding bij deze. Goed. Ja, alleen de naam is verschrikkelijk. Vind je? DualSense? Wat? DualSense, wat? DualSense, ja, hoeveel cents? Twee cents. Twee cents, maar de naam is lekker belangrijk, toch? Lekker belangrijk. True. Ja, je gaat het eens doen, spelen. Goed, bedankt voor het kijken. En vond je dit nou een fijne video? Dan zou je ons heel erg kunnen helpen door te abonneren op dit kanaal. Dan kunnen we meer van dit soort video's maken. Want Ron is ook niet gratis, hè? Kijk, wat heeft die Palace aan? Het kost geld, jongens. Het kost geld. Moet jij zeggen. Kijk, hem zitten in zijn Pharrell shirt. Nee, ik ga het wassen mijn stoel heen. Nee. Oh, en een nieuwe stoel. En een nieuwe stoel. Little Secret Lab. Nee, ja, daar zijn we ons heel erg mee helpen. Daar worden wij gelukkig van. En kunnen wij tegen onze baas zeggen, kijk, we moeten meer video's maken. Maar laat ons ook vooral weten van, hey, ga je op dag 1 een PlayStation 5 in huis halen? En wat verwacht je van die controller? Word je er even enthousiast van als wij zijn? Let us know. Goed, doei.